Ga weg! Wat was dat? Wat was dat? Zijn ze weg? Geen idee. Ja, ga, kijk dan even. Oké. Okay. En? Zijn ze weg? Wacht even. Ja, volgens mij zijn ze weg. Jullie kunnen komen. Oh. Vast. Kan ik eindelijk krabben aan de hand voelen? Ik ook. Godverdamme. Hallo? Oh, jongens, Tam zit weer vast. Oh, weer hetzelfde liedje. Alweer. Nou. Nog een keer? Ja, harder. Nee. Ja. Nou. Hebben we het vermaak weer gehad voor vandaag? Ja. Moeten we het weer doen met het stukje plastic wat voorbij komt waaien? Voor de derde keer. En de vogeltjes die een beetje fluiten. Ja, dat doen ze de hele dag. Oh. Maar, jongens, wie waren die mensen eigenlijk net? Geen idee. Geen idee? Nieuwe zwervers? Nee, daar rook ze echt veel te lekker voor. Ja, en ze zeiden allemaal rare woorden. Ja, de pirla... Pilementen. Pilementen. Nee, niet pilementen. Pirementen. Weet u niet wat dat is? Jawel. Oh, nou leg maar even uit dan. Nee. Dan kun je even beter. Ja, dat dacht ik wel weer. Nou, een pirament is gewoon een oud woord voor draaiorgel. Oh, meneer de professor weet het weer eens. Of course, natuurlijk. Maar ja, het geeft ook niet dat jullie dat niet weten. De tijd op een draaiorgel. Heb ik jullie wel eens verteld die keer? Ja. In Venetië, op het San Marcoplein, daar was ik op mijn pirament, op mijn draaiorgel. En ik speelde daar voor honderden, wat zeg ik misschien wel? Honderdduizenden man. Inderdaad, honderdduizenden mensen. En die waren allemaal aan het genieten van mijn fantastische trommelmuziek. Weet je, dat verhaal vertel je de hele tijd en ik geloof het echt nog steeds niet. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er 100.000 man naar jouw trommel gaan luisteren. Nou, als het nou toch net was, dan snap ik het. Nee, maar waar jij hebt gestaan? Ja, duizenden pleinen. Noem maar eens één dan. Bijvoorbeeld... Nou, ik kan het anders wel even zeggen. Ik heb namelijk gespeeld en gedanst onder de Eiffeltoren in Parijs. Ach, stop dan. En ik dan? In Vught. Een mooie plein. Ja, echt vet. Nou, en nu staan we op het Arno van der Leeplein. Bij de pispakken. Maar, weet je, jullie kunnen het ook niet helpen dat jullie niet op al die wereldpleinen hebben gestaan waar ik heb gestaan. Ik ben namelijk uit het juiste hout gesneden. Echt Turks eikenhout. Krijgen we meneer met het echte Turkse eikenhout hier? Meneer met het echte Turkse eikenhout, jij bent de enige hier met houtworm. Ja, nou, zelfs de houtwormen die vinden mij lekker. Jongens, hou even op met deze discussie. Het maakt er helemaal niet uit uit welk hout je gesneden bent. Ik bedoel, eiken of beuken is toch ook gewoon goed? Zeg, maar bemoei je mee. Iepenhout is duidelijk het beste. We hebben zo vaak over gehad. Eiken en iep, dat haalt het dus echt lang niet bij eikenhout. Jongens, jullie weten gewoon allebei dat beuken gewoon het beste hout is. Eikenhout is goed. Jongens, ik ruik iemand de hout. Eikenhout. Jongens, ik ruik een mens. Zo. Nou, George, is dit een mooi plekje of? Nou, eens even kijken. Oh, mooi. Even kijken. Gaan we eerst even de reetschroeven parkeren. Zo, achteruit in parkeren. Zo, staat hij goed, George? Ja, hij staat goed. Ja, weet ik. Nou, dan gaan we even een muziekje opzetten. Zo, even kijken hoor, en play. Oh, wat een mooie muziek. Oh, wat is het toch een prachtige muziek. Oh, heerlijk. Daar kan ik echt van genieten. Zo, is het een mooie slaapplek, George? Is het een mooie slaapplek? Of toch daar, ja, toch daar, ja, ja. Leg het hier neer, zo. En de andere deken. Zo. Heerlijk. Zo. En de koffer.
ook hier neer en... George? George, mevrouw had gevraagd om volle batterijen. Wat zijn dit? Lege batterijen. Nou moet ik dus helemaal zelf naar de vuilnisbelt om batterijen te gaan zoeken. Wat ben je nou voor een chauffeur? Ik moet helemaal zelf gaan zoeken. Ik kon me niet inhouden. Ik moest bewegen. Bouncen op de beat. Ja. Maar jongens, we weten toch dat we niet mogen bewegen voor de mensen? Ja, je hebt gelijk. Maar waarom mag dat eigenlijk niet? Ja, dat maakt niet uit. Je moet gewoon onthouden dat het gewoon echt niet mag. Ja. Ja, lekker makkelijk. Jullie zeggen altijd, je mag niet bewegen als er mensen zijn. Nee. Luister maar gewoon naar Lauren. Niet bewegen als er mensen bij zijn. Ja, nou, ik wil weten waarom. Nee. Ik ga daar gewoon dansen hoor, als het eraan gaat. Lola, als je dat doet, dan zet je echt al onze levens op het spel. Hoezo? Ja, zal ik het anders maar vertellen? Nee, ik wil het niet horen! Oké, vertel het maar. Oké. Het begon allemaal in 1882. Op het grote orgelfestival in Berlijn. Er waren duizenden mensen die dag aanwezig. En toen de muziek begon te spelen. Toen konden de poppen zich niet inhouden. Ze begonnen te bewegen voor de mensen. Oh, en wat er toen gebeurde. Het was verschrikkelijk. De horror. Afschuwelijk. Die poppen. Ze vielen uit hun rol. Net als wij daarnet. En weet je wat er toen gebeurde? Heeft de grote poppenmaker hun ziel. Ze vlogen allemaal in de fik. Dat je een dief was of zo? Nee. Ik ging daar naar binnen. Ja, hoezo? Dacht je dat je iets gejat had? Nee, ik liep die winkel binnen en toen... Ja. En verder? Nou, ik liep hier binnen, want ik was de 10.000 klant. Ik had de prijs gewonnen. Nee. Heb je iets gewonnen? Ja. Echt? Vet. Dus komt zo'n man, kom dan toe, directeur van het tolkootje. En ja, alsjeblieft, hier is je prijs. En wat heb ik gehoord? Ja, daarna komen de twee van die meisjes toe. Ja. Die zetten mij een mutsje op. Ja. Die doen mij een roze hula hoop dingetje op. Ja, Ralf, wat heb je nou gewonnen? Laat nou eens zien. Prijs. Pak uit. En? iPad. Ja. Jongen. Daar heb ik er niks aan. Daar heb ik er niks aan. Ja, ik had ook liever een echte appel gewild. Ja. Op kunnen eten. Ja, gooi maar weg, de ding. Ja. Jongen. Maar Lens, ja. Wat heb jij vandaag gescoord? Ja, moet je kijken man, ik heb vandaag een prachtige schaal gevonden. Oh, netjes. Ja, er lag een briefje bij voor de eerlijke vinder. Ik denk, nou, ik neem die gewoon mee. Nee, maar dat heb je aan met dit weer. Heerlijk, lekker warm. Ja, nou, dat kan s'avonds best afkoelen hoor, Ralf. Ja, het wordt vanzelf winter. Even wachten. Ja. Wat eten vanavond, jongens? Huh? Ik... Nee, jij kreeg. Wat? Wat hebben we vandaag verzameld? Ik zal het vertellen. Ik stond bij de... Hij had weer niks. Bij de supermarkt. En er stond een straatmuzikant. Dus ik heb even 2 uur staan luisteren. Dus ik heb alleen maar deze plastic tas meegenomen. Sorry jongens. Crash een tas? Ja. Regel 53 van het zwervershandboek. Wat doe je met de tas? Regel 53. Ah, kom op, die weet ik. Een tas. Staat hier al bonnetjes? Heel goed, Crash. Zit erin? Ja. Yes. Yes. 48 cent. 48 cent. Oh, lekker. Ja. Er zit 2 euro in de pot, 48 centjes. Nog even. En wij kunnen naar McDonald's. 3 eurotjes. Hoppa. Heerlijk. Hoppa thee. Ik doe hierin, jongens. Ja. Mooi. Ja. Oh, lekker zeg. Goed, Chris. Dankjewel. Hey. Wat? Wat doet dat ding hier? Is die van jou, Rolf? Nee, is die van mij. Old school. Wordt die bij jou, Chris? Nee joh, gek, daar loop ik toch al 9 jaar niet meer mee. Het is gewoon een originele zwerverskerven. Ja man. Wat een amateur. Wat doet hij hier? Wat een amateur. Oh, wacht even. Regel 60. Regel 60? 60. Regel 60. Ah, die weet ik. Nooit tegen een politieprogramma pissen. Stomme krant. Wat? Nee jongen, regel 60. Een winkelwagentje. Huh?
Hij gaat niet open. Maar er zit niks meer in, jammer. Balen. Maar het zit hier nog hetzelfde. Wat een amateur, hè? Moet je hier eens kijken. Er zit een boek. Zwerven voor dummies. Ik ken hem een knufje. Met deze hoort er ook bij. Maar met, ja, ik wilde eigenlijk niet toegeven, maar ik had er vroeger ook zo eentje. Dat was prachtig. Had je niet eentje? Lens, je loopt zo'n ding rond. Met geen drie meer. Nee joh, maar vroeger dan ging ik... Dan zat ik op mijn eigen zolderkamertje en dan ging ik mezelf opnemen. Ja, dus wie is je hele eigen waard als je met zo'n ding rondloopt? Nee ja, maar hadden jullie die dan? Ja, misschien doet hij het nog wel. Dat zou vet zijn. Sorry hoor, maar wat doen jullie op mijn plek? Uw plek? Hallo? Ja, mijn plek, mijn spullen, mijn ringschover. En u bent? Rijn, voormalig bankdirectrice, tegenwoordig zwerfster. Zo ja, uw plek. Ja, ik kom hier al zo'n 30 jaar samen met mijn vriend, hè, Lens. Ja, dus... En deze maat Crash is 10 jaar geleden aangesloten. Wij komen hier elke avond, wij bivakeren hier, we eten hier. En 's ochtends gaan we weer vrolijk de stad in. Ja. Oké. Hoe lang vertoeft u hier al dan? Hè? Nou, zeker 20 minuten. Nou, 20 minuten. 20 minuten. Hey, sorry, hey, we gaan wij weg. Ja. Ja. We komen op 20 minuten, joh. Wie ja, is nou, hij hè? Weer, Rijn? Jij hoort ook bij dat ding daar? Ja, dat zijn mijn spullen, ja. Ja. Dat betekent ook dat je bij deze hoort. Ja, dat is van mij, ja. Ja. Doet hij toch? Nou, de batterijen waren leeg, dus... Ben ik net batterijen gaan zoeken op de veld? En? Voor... Ja, ik kan het ook ja. Ja, weet je wat, geef ze aan mij en dan gaan wij die jongens wat eten halen, dan komt dat wel goed. Oké. Eten vanavond caviar of... Nee, gewoon maar. Ja. Dat zou mooi zijn, Elf, denk ik dat gewoon zo doen. Dank u. Ja. Test. Ja. Oh, yes. Een eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Pap! Oh! Zet! Wat is er allemaal? Je zingt over een huis. Ja. We hebben al 30 jaar geen huis meer. Zing iets vrolijkers, man. Nou ja, sorry man. Oké. De meeste dromen zijn te droog. En als ik pakken word met je, dan loop ik nog. Ik doe je adem en zie je gezicht. Je bent de droom die naast me ligt. Je kijkt aan en leg je aan. Wat is er nou, man? Je zingt over dromen. We maken je druk op. Onze dromen zijn 30 jaar geleden compleet weggevaagd. Dan kan ik er nog wel over zingen. Ga alsjeblieft ergens anders zitten, man. Jongeman, u zou toch echt eens even naar het bandje moeten luisteren. Dat is pas voortreffelijk muziek. Zit er ook een bandje? Ja, ja. Oh, je ziet ook een bandje. Ja, dat is het. Je ziet ook een bandje, man. Oké, hoor, zeg dan. Bandje, man. Ja, leuk hoor. Ik woon hier al 30 jaar, maar dit hebben we nog nooit gezien. Ze bewegen gewoon als dit die muziek gaat zetten. Lala. Stop muziek!
Help! Crash, even rustig. Jij hebt het heet. Is die pot maar even Crash? Nee! Sjaaltje af. Ik leg hem wel weg. Hé, de hint is naar je kop. Ga los. Ga maar even gewoon lekker als we zitten. Kom, ga maar even zitten, jongen. Hè? Neem een stuk worst. Wel voorzichtig, hè? Ja, ik moet voorzichtig. Shit. Het is ook warm vandaag, ik weet het. Hier, heb je lekker een popworst? Hier, deze is al een beetje warm. Hey Lens, weet je wat? We gaan even hout halen, want het vuur is bijna op. Hier, kun jij blijf jij maar even lekker zitten, want echt. Onmogelijk hoor. Beetje water doen, hè? Jongen. Jongens. Ik ben los. Ze hebben me losgemaakt. Maak mij ook los. Ja, mij ook. Los. Wacht. Ja. Oh, yes. Ja, dit dan. Ja. Wacht. Ik ben ook los. Kom. Maar, waar gaan we nu heen? Ja, we moeten weg. Ze hebben gezien dat we leven. We moeten een plan verzinnen. Maar wat moeten we doen? Wat dan? Het orgel in. Ja. Maar zijn we daar wel veilig dan? Voorlopig wel, denk ik. Oké, kom. Ren! Ziek man. Ik ben helemaal niet ziek. Ik heb ze toch zien bewegen? Ja, ik heb ze zien bewegen. Ik heb niet gedroomd en ik ben niet ziek. Waar zou die pop hebben neergelegd? Hoi. Ze zijn weg. En deze is ook weg. Zou ze erachter gevallen zijn? Nee, ook niet. Waar zijn ze dan? Zie je, ik wist het wel. Ik wist al dat ze leefde. Hij heeft zijn drumstok achtergelaten. Nou zullen ze me geloven. Dit is het bewijs dat ze leven. Als daar die jongens terugkomen, dan ga ik gewoon vertellen. En dan zal ik het rustig vertellen. En misschien geloven ze me dan wel. Waar zou ik toch naartoe zijn? Ik wil weten of dat het waar is.
het ware op een gerucht van de jeugd actief week in vrucht. Een draaier op kerkhof, nog nooit van gehoord. Hier leven vier houten poppen ongestoord. Dromend van dansen op orgelmuziek. Des te groter is nu de paniek. Niemand wist iets van hun geheim. Tot de aankomst van Zwerver Rijn. Hun muziek en rap wordt hun wereld gered. Jeugd actief zwingt knijtervet. Met muziek en rap wordt hun wereld gered. Jeugd actief zwingt. Ik wil weten of dat het waar is. Ik wil weten of dat het waar is. Is het waar of een gerucht van de jeugd actief week in vlucht? Nog een keertje. Nieuw compleet. Een draaier op kerkhof, nog nooit van gehoord. Hier leven vier houten poppen ongestoord. Dromend van dansen op orgelmuziek. Des te groter is nu de paniek. Niemand wist iets van hun geheim. Tot de aankomst van Zwerver Rijn. Met muziek en rap wordt hun wereld gered. Jeugd actief zwingt. Met muziek en rap wordt hun wereld gered. Jeugd actief zwingt, knijtervet. Ik wil weten of dat het waar is. Ik wil weten of dat het waar is. Is het waar of een gerucht van de jeugd actief week in vlucht? Ik wil weten of dat het waar is. Ik wil weten of dat het waar is. Is het waar of een gerucht van de jeugd actief week in vlucht? We gaan in de andere volgorde waar we net zijn aangekomen.